Ja, over politiek gesproken, laten we even gaan kijken naar de grote mysterie van vandaag in Den Haag. De brief aan stikstofminister Van der Wal. Eigenlijk wordt daar gesteld dat wat wij willen. Wij willen 74% van de gebieden onder de kritische depositiewaarde. En Brussel zegt het moet eigenlijk 100% zijn. Dus dat gaat nog wel ergens over. Dus ja, daar ben ik wel van geschrokken, vanzelfsprekend. Toen ik de brief woensdag aan het einde van de dag las, nou, dan schrik ik ook even. En als je dan een dag later die brief op straat ligt, dan snap ik ook dat heel veel mensen buiten daarvan schrikken. Dus ik vind het gewoon ontzettend vervelend en het helpt ook niet. Ja, vertel even het verhaal. Ja, een mysterieuze brief. Ja, het mysterie van de brief. Af en toe lijkt de politiek ook een beetje op een soort drama, maar dat was het vandaag ook. Het was bijna een soort van toneelstuk van heel veel verwarring en drama. Het begon eigenlijk gisteren allemaal met het artikel van RTL Nieuws. De Europese Commissie waarschuwt het kabinet geen vertraging stikstofaanpak. Dus RTL Nieuws, RTL die had de brief in handen van Brussel aan Christiane van der Wal, stikstofminister. En de Kijker had hij nog niet gezien, want die was alleen gelekt voor de redactie van RTL Nieuws blijkbaar. Nou, en het was duidelijk dat Den Haag haast moest maken met het hele stikstofverhaal van der Wal. Nou, dat heeft enorm veel woede opgeleverd en ook verwarring van waarom bemoeit Brussel zich met hoe wij politiek bedrijven. Ik bedoel, zij regelen de kaders natuurlijk in Brussel. Maar uiteindelijk gaat Christiane van der Wal en het Nederlandse volk erover hoe dat volgens wordt uitgevoerd. Ja. Dus het was heel erg van, waar hebben zij het nou weer over? Ja, want hoe komen zij daar dan aan, de redactie van RTL? Hebben zij die brief in handen gekregen voordat zij dat kreeg? Nou, van der Wal kreeg hem woensdag volgens mij. En de redactie van RTL Nieuws die kreeg hem door een lek. Dat is dan gezegd, van hij is gelekt. En volgens mij zegt ze dat ook, ja, jammer dat de brief is gelekt. Maar de brief die is nu ook verschillende kanalen, maar dus ook hier via Twitterkanaal van een redacteur van RTL Nieuws gepubliceerd. Ik zal hem niet helemaal voorlezen voor de kijker, maar in grote lijnen is eigenlijk niet terug te lezen hoe Brussel eigenlijk zegt tegen Van der Wal, maak eens vaart met dat haal je niet. Dat haal je niet uit de brief. Eigenlijk haal je het niet uit de brief. Ik heb het net ook met Riep gelezen. En eigenlijk geven zij, om het even voor de volledigheid te zeggen, Christiane van der Wal heeft 14 februari een brief gestuurd naar Brussel, omdat ze dat vaker doet, heeft ze later gezegd. Ze houdt gewoon Brussel op de hoogte van wat er in Nederland gebeurt met betrekking tot haar ministerie. En dit is dan het antwoord op die brief. Dus anderhalf maand later. Maar om ook nog even, want er is eerder een brief, ik geloof door Stichting Agrifex ook, in ieder geval via een WOP-verzoek in Brussel boven gaat. Waarin ook duidelijk bleek van de manier waarop Nederland voor die aanpak kiest, dat hoeft helemaal niet van Brussel. Precies. Dus wat het meest omstreden is nu in Nederland, is niet wat van Brussel moet. Kijk, want het gaat gewoon, je hebt bepaalde natuurdoelen, hoeveel plantjes leven in gebied X en welk habitat beestje leeft daar. En daar moeten dan zoveel van zijn die er in het jaar 80 ook waren. Leuk allemaal. He, dus, maar dat zijn instandhoudingsdoelen. Maar Natura 2000 en habitatrichtlijn zijn er niet voor wat zij in dit noemen, een chemische grens. Dat er een chemische waarde behouden moet worden, namelijk een kritische depositiewaarde. Sterker nog, er is ook een adviescommissie in Nederland geweest, waar ook Jaap Hanekamp, die hier wel is geweest, over heeft geadviseerd, dat je die KDUE, zoals die hier dan heet, eigenlijk niet kunt gebruiken. Daar is die niet wetenschappelijk genoeg voor. Dus hou het gewoon bij. En dat heeft de BBB moeten hun wel meegeven. Mm. Stuur gewoon inderdaad op die instandhoudingsdoel. Want waar gaat het natuurbeleid nou om? Ja. Gaat het erom dat je boeren om zeep wil helpen, of dat je een chemische concentratie van een stof op een bepaald niveau wil houden, of gaat het erom dat je daar een goede natuur hebt? Ja. Dus Europa verplicht ons tot instandhoudingsdoelen. Maar het is Van der Wal en die hele kliek van Wageningen UR eromheen die juist via die KDW aanpak. Want dat zit weer gekoppeld aan dat omstreden stikstofmodel Aerius. Ja, ja. Wat eigenlijk al van de baan moet. Hè. Men is daar via een bodemprocedure nu ook alweer mee bezig. En als die koppeling dan wegvalt, dan valt die hele aanpak van Nederland omver. Ja, maar in grote lijnen, we kunnen er een boek over schrijven. Die vogel- en habitatrichtlijnen, komt het woord stikstof niet in voor. Het gaat gewoon om behoud van de natuur en de biodiversiteit. Exact. Ja. En dat is het hele eieren eten. Hoe werd er buiten Van der Wal om gereageerd op deze brief? Nou ja, om nog even voor de volledigheid. Dus dat hoeft dus niet. Hè. Om stikstof aan te verbinden. Dat is iets wat Van der Wal zelf heeft aangekaart bij Brussel. Van zo gaan wij dat regelen. Mm-hmm. En die brief, als je die leest, ik heb hem voor de kijker ook als bron onder de video gezet, dan zie je wel dat Brussel dat zegt. Van, nou, wij vinden het ook belangrijk dat die stikstofemissie lager wordt in Nederland en dat dat, zoals jullie zeggen, rond 2030 moet gebeuren. Maar
Brussel weet ook dat bij ons wettelijk is dat niet 2030, maar 2035. Ja. Dat is ook iets wat elke keer terug blijft komen. In het regeerakkoord van het kabinet staat wel dat ze 2030 willen. Maar dat is nog helemaal niet door de Tweede of Eerste Kamer heen. En daarom zijn die verkiezingen ook zo belangrijk. Want BBB die gaat daar waarschijnlijk een stokje voor steken. Maar goed, dat gezegd hebbende. Dat kan Brussel dus alleen maar zeggen als Christiane van der Wal eerst een brief naar Brussel heeft gestuurd. Ja. Met wij richten ons op 2030. Dus eigenlijk als je de brief leest, geven ze gewoon een reactie op het beleid van Christiane van der Wal. Ja. En voor de rest. Dus het was helemaal niet zo sensationeel. Nee, nee. Het is vrij tendentieus opgeschreven als je kijkt naar RTL Nieuws. Ja. Ik haal het er in ieder geval journalistiek niet uit. En hoe werd er dan gereageerd door de afzender van de brief, de eurocommissaris zelf? De eurocommissaris, ja, dat is leuk dat je het vraagt, dat was vandaag. Die kwam er dus ook op terug. En die, dat was volgens mij een Telegraafartikel, Volkskrant zie ik hier. En die zei dat hij eigenlijk ontkende dat hij zich bemoeide met het hele stikstofbeleid. Dus de brief die was toen ook al gelekt, die we net hebben gezien, naar alle burgers hier in Nederland. Dus ze konden ook lezen van dat het eigenlijk wel een stormende glas water was. Ja, en hij zegt dus het was geen waarschuwing, het was meer een antwoord op een eerdere brief die zij gewoon al had precies gestuurd. Ja, eigenlijk is het een hele nette brief. Hij beaamt het beleid van Van der Wal, want zij gaat er ook uiteindelijk over. Dus dat is prima. En hij ontkent dat dus ook. Dus dat is vrij gênant, denk ik, voor de redactie van RTL. Ja. Want die heeft dat zo tendentieus opgeschreven. En het onderwerp, of de leidend voorwerp van dat artikel, ontkent het dan vervolgens. Of ben ik nou zo'n hardline doorgetrainde complotdenker dat ik dan denk van is er een lijntje tussen het ministerie en RTL geweest? Van breng ons dat eens even. Want hoe vaak hebben wij dit excuus nou wel gehoord? Van ja, wij willen het niet hoor, maar het moet van Brussel. We schuilen ons achter Brussel. Terwijl het is notabene Nederland die hele habitatrichtlijn ten eerste al heeft bedacht in 1992. En is onder Nederlands voorzitter is het ingevoerd. Mm-hmm. De Dutch Directive heet die in internationaal perspectief. Google het maar. Mm. Dus dat hele idee, het moet van Brussel. Het is altijd Nederland die er een extra kop aanhangt en een extra streepje voor wil zetten. Nou, dat zou ook het oogt weer als een soort herhaling van zet van oh, wij zijn zo erg niet hoor. Van politici die eigenlijk nu al onder vuur liggen en die hun hachje proberen te redden. Zo komt het op mij over. Maar het is maar een complottheorie natuurlijk. Nee, ik vind dat, wat jij zegt, ik vind het ook heel vreemd dat het zo wordt gezegd. En ook dat RTL Nieuws het dus ook zo opschrijft. Want zij doen dat alleen maar met bronnen vanuit Den Haag. Zij gaan dat niet zelf verzinnen. Dus blijkbaar zijn er wel ambtenaren, of in ieder geval contacten van RTL Nieuws redactie, die hebben gezegd van ja, ze hebben ons op de vingers getikt. We moeten harder aanpakken. Is het wel grappig dat nou eigenlijk Omtzigt de rol van een echte journalist aanmeet door wel een WOO-verzoek alvast in te dienen? Want je moet natuurlijk gewoon die originele correspondentie zien. En hetzelfde als wat Stichting Agrifex heeft gedaan met de uitstekende journalist Geesje Rotgers. Ja. Kijk maar wat de correspondentie werkelijk is. En dan blijkt er helemaal niet te staan wat de minister zegt. Geesje Rotgers is een unieke persoon ook in dit dossier als journalist. Omdat zij alles leest. Ja. En ik heb er ook vandaag gesproken. En ze zegt ook, als ik in Brussel ben, alle ambtenaren die ik daar spreek, die zeggen, ja, jullie moeten het zelf maar regelen. We hebben alleen de volgende habitatrichtlijnen. Ja. Jullie mogen bepalen wat jullie ermee doen. Dus zo interessant vindt Brussel niet wat het stikstof hier doet. En dat mogen wij zelf bepalen. Ja. En nog even terugkomend op mijn vorige vraag. Wat waren nou de reacties buiten Van der Wal om? Ja, nou, heel mijn Twitter ontplofte naar aanleiding van deze brief. Zoals Riepke zei, en ook net in Blackbox Nieuws. Omtzigt gaat er een die heeft een WO-verzoek ingediend bij Brussel. Dus die wil weten van hoe is deze brief tot stand gekomen? Wie heeft wie gesproken? Waarom wordt hier zoveel druk op gelegd? Nou, dat is al enigszins gedebunkt, vind ik, door die eurocommissaris nu. Maar Caroline van der Plas, de grote, ja, eigenlijk het gezicht tegen het stikstofbeleid op dit moment voor heel veel mensen in Nederland, die heeft eigenlijk. Dit zijn vier tweets. Van der Plas op Twitter. Ja, dit zijn vier tweets, maar ze heeft er denk ik 6 of 7 geschreven. Maar het komt er eigenlijk op neer. Ik zal het even van boven naar beneden in vogelvlucht doen. Zij vindt het een hele gekke brief van Sinkevicius, zo vlak voor het kiezersberaad. Dat was ook gek, want we hebben de hele week al kiezersberaad waar dit dossier stikstof een hoofdonderwerp is. Dus het is heel toevallig, vindt zij, dat er net een brief heel kritisch op ons stikstofbeleid vanuit Brussel komt. Ja, het gaat dus ook over de datering van de brief. Ja, zij vindt het ook gek dat het een antwoord is op een brief van 14 februari. En dat het dan deze week voor dat kiezersberaad wordt gepubliceerd. En ze vraagt zich ook af of uiteindelijk de aanhef en het adres en de naam wel klopt. Want voor de goede orde, er staat geen handtekening onder, er staat geen naam onder. De opmaak, begrijp ik ook van andere tweets, is ook niet conform andere brieven vanuit Brussel. Dus er is een heel groot mysterie over de brief.
Klopt de brief wel? Is de brief wel legitiem? Ja. Daar kan ik niks over zeggen. Behalve dat, ja, ik vind het dan wel gek dat die eurocommissaris er niks over heeft gezegd. Want die heeft al gezegd, ja, ik heb het niet zo bedoeld. Maar dan had hij ook al kunnen zeggen, de brief klopt niet, bij wijze van spreken. Dus het is een beetje vaag. Het blijft een apart verhaal. Ja. En hoe reageert Van der Wal zelf? Ja, Van der Wal, die zag ik net al even in de video, die was er een beetje van geschrokken. Nou, en later vanmiddag, toen we dus midden in deze grote mysterie zaten, toen kwam de grote politiek journalist Breumer van RTL Nieuws, die kwam naar Van der Wal om toch nog even door te vragen op de brief. Ja, de reactie van Van der Wal zelf. Wat ik wel wil zeggen is dat ik er van schrok, ook van de stevigheid. Maar waar ik nog meer van schrok is dat het op straat lag. En dan het idee en het besef, als ik er van schrik, laat staan hoe nou, ook agrarische sector en noem maar op, daar ook van zullen schrikken. En dat is mijn eerste gedachte. Ik denk, potverdorie, dit is dan weer zo'n schrik-effect en dat helpt nu niet en dat is het laatste dat ik wil. Maar u zegt, u schrok van de stevigheid, maar dit is toch, het ondersteunt uw beleid toch ook? Ja, maar nu vraagt u mij om toch die brief te duiden. Ga ik niet doen, want dat wil ik echt even in alle rust doen van wat staat hier nou. Ik vraag een verduidelijking op iets wat u zei. Ja, dit was mijn eerste reactie. Het is stevig, er staan stevige teksten in. Dat was mijn eerste reactie. En ook met name toen het op straat lag. Ik denk van ja, dit doet echt ook weer iets met de agrarische sector. En die krijgen klap na klap na klap. Maar dat is eigenlijk het eerste wat ik dacht van nee, niet, dit niet, niet. Maar u stelt vragen, hij geeft antwoord en dan zegt u het is een klap voor de agrarische sector. Ik heb geen vragen gesteld. Ik heb de heer Sinkevicius de inhoud gedeeld van de twee kamerbrieven die ik heb verstuurd. Dat is het enige. En daar heeft hij een antwoord op gegeven. Komt zij hier nou op voor de agrarische sector? Ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. De moeder. Ja. Ja, nou, maar voor zover het al een mysterie was van hoe zit het nou met de brief en wat is er nou bedoeld, maakt zij het eigenlijk nog vager, naar mijn mening. Want zij gaat nu eigenlijk doen alsof ze geschrokken is van de inhoud van de brief waar eigenlijk haar eigen beleid in staat. Nou. Hoezo kan ze daarvan geschrokken zijn? Nou ja, kijk, het is gewoon weer zo'n mooie spin die je er aangeeft om eigenlijk weer de boel om te draaien. Kijk, ze hebben ook gewoon PR-training gehad. Maar je kan aan haar ogen zien dat ze er eigenlijk nog steeds niet echt goed in is. Ja. En dat ze er ook niet echt in gelooft. Dus dan gebruiken ze van die PR-trucjes van, ja, je moet het initiatief omkeren. Maar ja, hoe ze daar hakkelend mee uit de woorden komt, dan denk je van, ach, arme. Maar het is ook even goed voor de kijker om te beseffen dat die brief van Brussel staat dus gewoon haar beleid in. En zij hebben vaker contact. Ja. Waarom is zij dan nu zo geschrokken van een brief uit Brussel? Waar gewoon haar beleid. Dat kan je toch niet uitleggen aan de kijker? Ja, tuurlijk wel. Dat is toch gewoon theater? Ja, ja, precies. We hebben toch 4 jaar lang niets anders gezien dan dit? Nee. Plus, RTL heeft het tendentieus opgeschreven. Vind ik het grappig dat RTL-journalist Floor Breumer verhaal gaat halen en nog kritisch gaat lopen doen. Terwijl het eigenlijk een storm in een glas water is als je naar die brief kijkt. Dus het is een. Ja. Ik kan het niet uitleggen. Eigenlijk kan ik het de kijker niet uitleggen. Ik sta hier wel, maar het blijft heel vaag. Ja. En dinsdag konden we het er nog niet over hebben. Maar kunnen we nu spreken van een crisis in Den Haag? Ja, dat is eigenlijk nu ongoing. Dat is nu aan de hand. Er zijn ook wat tweets hier die ik wil laten zien. BNR die kopte al van de onrust binnen het kabinet. Het is crisis. En Arjen Noorlander van Nieuwsuur, die staat ook op het Binnenhof. En die zegt ook van ja, we hebben geen duidelijkheid nu hoe het zit met die brief. Met het overleg in het kabinet hierover. En wat dan ook nog zo is, normaal heb je altijd op vrijdag de ministerraad. Hè, dan gaat het kabinet in overleg. En dan hebben ze daarna een persconferentie en dan kan iedereen vragen stellen. Die gaat ook niet door op dit moment. Dus niemand kan ook vragen stellen voor die brief. Dus het blijft één grote fugazi. En het laatste nieuws heb ik net van Flavio begrepen. Is dat Kamerleden nu wel hebben gezegd van het is een storm in een glas water. Het klopt niet wat RTL Nieuws zegt. Maar ja, niemand wil er blijkbaar een normaal antwoord op geven. Het is eigenlijk een soort zelfgecreëerde rel van RTL. Eigenlijk is de grote storm een glas water. Maar wat het gaat doen met het kabinet op dit moment, geen idee. Dat kom ik maandag op terug. Ja, we houden het in de gaten. Ja. Dank je wel voor dit vage verhaal. Maar fijn dat je je analyse hebt kunnen geven. Ja.